Ik denk aan mijn kanten. Zo kent iedereen hem wel. Lil Kleine is dan ook een van de bekendste artiesten van Nederland. De schrik zat er dan ook flink in toen hij dit weekend werd aangehouden door de politie. Hier kun je zien hoe dat gebeurde. Met handboeien om wordt hij naar het politiebureau gebracht. De vriendin van de rapper, Jamie Vaas, had aangifte tegen hem gedaan bij de politie. Dit omdat Lil Kleine haar zou hebben mishandeld. Het zou zijn gebeurd in het midden van de nacht. Ook de hotelkamer waar ze sliepen zou helemaal overhoop zijn gehaald. Jij weet, ik heb ruzie met mijn buren. Het gebeurde dus op Ibiza, een eiland in Spanje waar veel bekende mensen op vakantie gaan. Rob Zoutberg werkt in Spanje als journalist voor het Jeugdjournaal. Volgens hem worden mishandelingen in families daar heel serieus genomen. Want in het land willen ze juist strenger zijn voor daders van dit soort dingen. Het zijn zaken die hier als heel erg ernstig worden gezien. Je hebt ook echt meteen een groot probleem als je daarvoor in Spanje wordt gepakt. Zo moet iemand die zich bijvoorbeeld meldt bij de politie voor een mishandeling zich ook meteen laten zien bij de rechter. Nou, en dat is dus precies wat ook Lil Kleine is overkomen. En omdat de politie in Spanje behoorlijk streng is in dit soort zaken, kan het wel eens een heel groot probleem worden voor de rapper. Ja, de vraag is nu natuurlijk of zijn vriendin Jamie ook tegenover de rechter gaat zeggen dat ze mishandeld is. In dat geval gaat de rechter kijken of hij een straf moet krijgen. We staan er voor mishandeling in Spanje, celstraffen tot 3 jaar. Nou goed, zover is het in dit geval nog zeker niet. Eerst moet nu onderzocht worden wat er precies gebeurd is en of hij echt strafbare dingen heeft gedaan. Het was een hele wilde nacht. De advocaat van de rapper laat aan het Jeugdjournaal weten dat ze er nog niet veel over kan zeggen, behalve dat hij nu niet meer in de gevangenis is. Veel kinderen zijn geschrokken van het nieuws over Lil Kleine. Op onze site laat Lara bijvoorbeeld weten: ik ken hem sowieso niet heel goed, maar als beroemde rapper moet je toch het goede voorbeeld geven? Echt super stom. Sterkte voor zijn vriendin. En Jan Dino zegt over het nieuws: wat een vreselijke man dat hij zijn vriendin heeft mishandeld. Niemand moet meer naar hem kijken of luisteren. En Laila zegt: ik vind het heel zielig voor zijn kind en ook voor zijn vriendin. Van mij mag hij langer de cel in. Ik heb heel veel fout gedaan. De manager van de rapper en zijn vriendin wil nog niets zeggen over de gebeurtenissen. Als je mij achterlaat.